Dan gaan we beginnen met het stoppen. Lopen ze. Ja! Oh! Hé, hey, gaat het? Kindje gaat eerst één doen en dan gaat kindje twee doen. Komt de Tigo! Jodap, een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren. Achter mij zijn we bezig voor deze video. Want er moeten vier mensen zo lang mogelijk op de trampoline blijven zitten. Ik ga niet spoilen wie er heeft gewonnen, maar ik heb even één vraag. Oh ja. Ik ga het zo meteen ook niet spoilen. Dus als je die video wil zien, moet je maar even op Mees kanaal kijken. Wanneer komt die online? De video staat al online. Ja. Hey, degene die wint, krijgt dus de trampoline. Ja. Steek even je hand op als de trampoline in je tuin past. Ja, hij past wel, maar eigenlijk. Dus Summer is ook de enige die dat werk de trampoline mee kan nemen. Ja, maar Tjeu zei dat hij hem ook bij zijn opa en oma kon zetten. Nee, Tjeu die loopt net 10 keer te roepen. Ik ga hem verkopen en heb ik weer geld. Ja, dat kan ook, hè. Maar jij kan hem ook niet kwijt? Goed, ze kunnen hem allemaal wel kwijt. De meeste video's afgesloten en afgerond. Het is inmiddels alweer 4:30 en we gaan even met z'n allen eten. Is het lekker, jongens? Nee. Ja. Ja. Dat was sarcastisch, denk ik. Ja. Het is echt fucking vies. Dit is, het ziet er ook echt gewoon vies uit. Kijk deze patat. Het zit gewoon, als je het een keer mij hebt, krijg je allemaal vet zo. Eeuw, ja. Eeuw, kijk, je ziet en gewoon... En deze maakt geluid. Mooi, en Mees en ik rennen op onze blote voetjes eventjes heel lekker naar het zwembad toe, want ze hebben hier ook een zwembad. Het is vandaag 4 miljoen graden en deze chappies liggen al chillen. Dat mag. We hebben hier een echte meidenfixer. Ja? Wat denk je dat Tjeu heeft gefixt? Heeft de Summers nummer gefixt? Snapchat. Snapchat. Dat begint het al. Heb je nou Summer Snapchat gefixt? Ja. Jullie hebben altijd, en jullie hebben dat als ik chicks meeneem, zelfs als ik fucking chicks van 12 meeneem, dan proberen mensen ze te fixen. Ja, maar ik zei dus 3 dagen geleden al, Summer komt mee, Tjeu, jij moet je kans pakken. Oké, ga wel even aan Summer vragen wat ze van Tjeu vindt. Hey. Jawel, ga ik voor je fixen, komt goed Tjeu. Ik ga even op zoek naar Summer. Ik weet niet waar ze is. Volgens mij is ze aan het omkleden dat we met z'n allen gaan zwemmen. Maar ik ga eventjes informeren hoe het ervoor staat. Mag ik jou iets vragen? Nee. Wat vind jij van Tjeu? Kom eens even, Summer. Summer, kom. Nee! Nee, maar oprecht eerlijke vraag. Hij is gewoon aardig, toch? Ja, nou dat vond ik ook. Wat dan? Nou, dat hij gewoon aardig is, daar zocht ik naar. Ziet hij er ook niet spectaculair uit, denk ik. Is het te jong? Is het te jong? We mogen je eigenlijk helemaal niet met moeien. Nee, maar hallo. Ja, het is moeilijk om te pijnen natuurlijk. Dat wij het helemaal niet vindt. Oh! Holy crap! Ja, dan gaan we achterover salto gooien. 3, 2, 1. Nee! Nou, dat kan wel. Dubbel kan. Nee. Kan wel. Tjeu, dat kan jij. Nee, Tjeu, niet iemand anders ervoor. Nee, jij, kom. Tjeu, jij bent fucking cool. Boksen en we gaan. Tjeu. Tjeu. Nee. We hebben een nieuw kindje erbij. Een nieuw kindje gaat nu. Oh, wow, wow, dit is mijn. Man, hè? Tigo. Een kindje gaat eerst 1 doen en dan gaat kindje 2 doen. 2, 1. Ja, eer. Tigo. Ik denk dat hij zelfs Tigo zou kunnen. Oprecht, deze kan je dubbel. Het is zo echt een hele rare vriendengroep bij elkaar. Omdat de helft halfwege 20 is en de andere helft 6. Ja. 6. Vinden elkaar wel heel aardig. 2. Jij kan dit, Tigo. 1. Komt die Tigo. Tuk je. Laat het. Oh. Zeker weten. Dat had triple kunnen zijn. Zware rode rug. Ja, kijk. Oh. Maar Tigo, je hebt wel. Applaus voor Tigo, jongens! Het is te doen. Het is te doen. Wil je nog een keer doen? Nee. Oh, gek. Kijk, dit is, hij hoort dus ook bij die 6-jarige. Terwijl hij net zo groot is als het wijze. 12. Hij is 14. What the fuck? Okay, ik zag eruit als Tjeu toen ik 14 was. Nou, ik zag er nog erger. Oh, jij bent ook 14, hè? Ja. Oh ja. Ik wil het eigenlijk als grap zeggen omdat hij 12 is. 3, 2, 1. Je sprong niet naar voren. Nee, maar ik kan niet, dan ga ik weg. Nee, joh. Kijk wat. Timo. 3, 2, 1. Oh, hij landde op de bodem. Godverdomme, man. En deze voel ik wel aan pols. Ja, maar ja. Het werkt wel beter. Wat heeft dat wel fijn. Kijk, ze zijn wel schattig samen zo. Ja, dat is leuk hoor. Ja, daar is iets aan het ontstaan. Net als met Timo en de konijntjes zit hier ook aan konijntjes te denken.
Wat gaan jullie doen? We gaan een sexy foto maken. Oh, je hebt lampenolie. Ja, dit wordt een Temptation Island foto. Ja, ja. Timo, als ik zou regelen dat je er mee mocht doen, zou je het dan doen? Als jij het kan fixen, doe ik het mee, ja? Maar hij heeft helemaal toch geen stel. Oh, je hoeft niet stel te zijn, je kan ook vrijgezel zijn. Ja. Moet je als verleider. Als verleider. Als iemand dan komt, doe ik... Hey, apta! Dat is dan weer gek. Okay, maar heel veel, als ik dit voor je regel, als je dat jij zo'n programma mee mag doen, dan doe je dat. Ja, dan misschien doe ik wel mee, ja. Nee, misschien. Moet ja of nee? Als ik nog... Okay, dan doe je. Als ik vrijgezel ben, doe ik wel mee. Ja, dat duurt nog wel even, denk, dus dat komt goed. Oh, je gooit het ook over Timo heen. Stop. Er moet toch meer, lullo. Jongens, Tim, stop. Tim. Tim, kijk uit, gaat in dit ding al. Dat is heel langzaam. Het is lampenolie, jongens. Maakt allemaal niet uit. Ja, oké. Arm naast je. Je bent sexy, ja? Onthoud dat. Dichterbij die vlam. Veel dichterbij. Dichterbij. Kom op. Bij jou, lullo. Ja. Ja, zo ja. En stoer kijken. Onthoud, je bent sexy. Ik ben niet bang. Onthoud, sexy. Het vuur is bang voor jou. Doe het vuur dichterbij. Het vuur dichterbij. Ja, dan ga ik in de fik. Nee. Kom op. En sexy ben je, hè? Nee, je moet schuin staan. Nee, nu loop ik af terug. Draai naar mij. Ja, wacht, ik kan het niet aan. Als iedereen wat zegt, dan kan ik toch niks doen. Kijk, stop eens. En dan hier zo. Juist. Oh, fuck ja, doe maar gewoon. Boeit allemaal niet. Kom op. Boeien, wenkbrauw. Hoe ging mij niet haar in de fik? Koud of warm, Tim. Jongens, pas op, ik heb vuur in mijn hand! Ja, dit is hem! Ja, doe maar, oké, okay, helemaal naar mij, draai met de kont, helemaal naar mij! Oké. Ik heb een leuke verrassing. Jullie mogen alle drie je ogen dicht doen. Ja? We gaan even iets leuks doen. Ogen dicht houden. Nee! Zo, voor de rest van de dag zijn deze twee aan elkaar verbonden. Ja. Ja, hoe ga je naar huis dan? Ik moet je naar huis brengen. Dus als ik je niet naar huis breng... Oh. Kut, ik dacht dat zij jong waren en niet snapte. Ik ken die dingen toch wel? Hoe kent hij die? Nee, maar tjai, heel veel. Wat vind je van Summer? Aardig. Ja? En wat vind je van Mees? Dat is een aardig. Politiek correct woord. Ja. En Summer, wat vind jij van tjai? Dat heb ik al gezegd. Ja, misschien is het veranderd. Nee, hij is nog steeds aardig. Oh, en wat vind jij van Summer, Mees? Hé, hey, even mijn vriendin dat even. Hey liefie. Oké, genoeg gekloot voor vandaag. We gaan even daadwerkelijk iets nuttigs doen. Namelijk verstoppertje. We hebben hier een mega groot trein. We hebben daar binnen. We hebben hier achter nog bij de auto's. En we hebben bij het zwembad waar je mag verstoppen. Dus ik ga even iedereen bij elkaar halen. En dan gaan we beginnen met verstoppen. Mega grote trein. Toet toet. Ik vind hem leuk. Ik zei trein. Steek even je vinger op als je mentaal 6 of jonger bent. Ja, ik. Ja, dat is dus top, want die mogen allemaal meedoen met verstoppertje, want alleen maar, ja, alleen Lars doet dus niet mee. Nee, Summer ook niet, hè? Hij is een cool kid. Ja. Yeah. Jullie mogen dus zoeken. Ja, hey! Oké, niet verplaatsen. Als jullie na 5 minuten iemand nog niet hebben gevonden, mogen jullie roepen voor een geluidje. Dan moeten ze een geluidje maken. Oké, ja. Nu moeten jullie dus wel eventjes je ogen dicht doen, zo. Ja, ik kijk niet. Hoe lang? 1 minuut, ja? Nog goed luisteren, nu. Heb jij al een idee? Oh ja, die is ziek slim. Iemand die hierachter verstopt, we kunnen het best wel goed horen, hè? Dus niet super slim. Het is alleen het probleem. Ik heb geen telefoon mee. Als die dichtvalt, kan ik hem van binnen volgens mij niet openmaken. Dus dan ben ik oprecht de Sjaak. Ja, let's go. We gaan. Oké, ik denk dus dat er hier ergens iemand zit. Weet je wat slim is? Als jij mij even filmt. Kijk even hier omhoog om te kijken. Ik heb slecht nieuws, Summer. Er is niemand. Ik heb slecht nieuws voor jou. Jij moet nog naar beneden komen. Ja, nee, maar ik kom goed, joh. Ik heb ooit een... Jij zei dat je iemand daar zag, hè? Die is nu weg. Maar hieronder zou best wel iemand... Wacht. Als hij onder iemand zit... Ja, dan is hij nu dood. Hoor je dat dus nu gewoon? Oh. We hebben Tycho gevonden. Maar ik hoorde toch net achter onze rit? Ja. Oh, kom. We moeten terug. Hey, Tim. Tim, je mocht je niet verplaatsen. Oh nee. Ja. Sorry. Ja, jullie hebben me eerlijk gevonden. Ja. Oké, nou, we zijn nu hier, Summer, dus we gaan hier verder zoeken. Hebben jullie overal goed gekeken al? Nee. Natuurlijk niet, Tim, anders hadden we iedereen. Ik denk dat Boas weer zo'n kutplek heeft. Ja, dat is echt wel iets voor Boas. Het lijkt me logisch dat er hier nog iemand zit, maar bij de auto's, in een kofferbak. Oh, hij is dicht. Kut, ik heb hem dicht laten vallen. Ik kan hem ook niet eens meer open doen. Ja, we laten de kofferbak voor Mees doen. Doe die eens even open. Ik ga dicht houden. Ja, hier zit iemand in, denk ik. Ja. Hallo. Hey. Ja, ze zei het nog, en Boas zit waarschijnlijk op een kutplek. Ja, nou. Gast, ik had dus die kofferbak dicht laten vallen. Ik had geen telefoon mee en ik kon het niet openmaken van binnen. Dus ik zat ook een beetje in de stress. Wat kut. Ik ben benieuwd, wat zou dit doen? Ik was dus even aan het kijken naar wat zeg maar, dit doet. Zou dit de kofferbak opentrekken? Zou ik er eerst in gaan liggen? Zullen we het even proberen? Is goed? Ja. Nee.
Nee. Ja, maar dit doet dus gewoon helemaal niks. Wat kut, wat heb je? Er moet toch een veiligheid zijn dat als je ontvoerd wordt, dat je ergens aan kan trekken of zo. Ik weet wel iets waar ik aan kan trekken als ik hier in de achterbak lig. Nou, je moet je ergens mee vermaken natuurlijk. Als iemand weet waarvoor dit ding is, laat het maar weten in de comments. Hij doet niet de achterbak open, ook niet de voordeur, doet ook niet de alarmlichten aan. Ik snap het niet. Oké, jongens, 5 minuten zijn voorbij. Ik wil graag geluidjes. Dat was daar achter. Oh, ik zie... Daar. Timo Minima. Oh. Hoe zagen jullie mij? Zag je dat goed? Gast, je hebt een blauwe broek aan. Ja. Oké, jongens, nogmaals 5 minuten voorbij. Geluidjes tijd. Daar zit iemand in de bosjes. En iemand zit hierin. Huh? Jongens. Hoe de f... Je mocht niets verplaatsen. Echt wel, want ik ben net daar geweest. Ik viel bijna van het randje af. Ja, dit is gedisqualificeerd helaas. Ik heb mijn leven op het spel gezet om jullie te vinden en jullie waren daar net niet. Ik zag jullie ze zaten hier in de bosjes. En Tim, kijk hoe hard ik deze bal aan de struik. Hoe hard kan dit balletje de bosjes in? Heel hard, denk ik. Ze zitten daar verstopt. Hier is een opslag met kasten. Als het meeste uit de kast komt. Ze is 12. Summer, ik denk dat ik dit ga doen hoor. Let op. Nou, daar zou ik geen kind inpassen meer. Maar ik denk wel iemand hierin. Hallo. Tjö, jezus, wat een lucht komt hier uit mijn. Wat heb je hier lopen doen? Heb je lopen schijten of zo? Het is zo warm hier. Ja, dat geloof ik wel. Zo. He, maar het ruikt ook een beetje naar kauwgombal of zo. Alleen mees nog. Het moet wel. Ja! Oh! Hey, hier gaat het. Hey, eerlijk, jullie hebben het best wel goed gedaan. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? Nou, 12 minuten. Netjes gedaan. Summer en ik. Summer heeft het brein van iemand die zich nog zou kunnen verstoppen. Ik ben de persoon die zich nog regelmatig verstopt voor Timo's video's. Dus samengevoegd. Ja, lukt het best goed. Oké, we gaan nu nog 1 potje spelen omgekeerde wereld. Dus wat ze gaan doen, zij gaan allebei verstoppen. De laatste die nog rondloopt en nog niet bij degene is gaan zitten. Dus stel zeg maar, ik vind hem, dan ga ik bij hem zitten. De laatste die nog rondloopt en nog niemand heeft gevonden van die twee, die krijgt een theedoekspen. Summer, we moeten ons verstoppen! Jij moet op een andere plek dan ik. Als je het niet doet, ik doe het wel. Wil je wel die stoel ervoor zetten? Wat dan lucht hier. Ja, ik moet eerst Lars stoppen. Hey. Mag je al komen? Ja. Joe en Tom zijn nu safe. Oh, ja, hey. Lulloos! Ja, er is nog iemand. Top hoor, ik heb echt een goede plek uitgezocht. Dames en heren, jongens en meisjes, Tijmen Pepperinos heeft verloren. Ja. Jij ging je ook verstoppen. Ja, maar wat moest ik doen dan? Je zoeken, lullo. Ja. Ik kan alvast zeggen, je gaat echt pijn lijden. Wacht, wat? Ja, degene die verloor, die werd gespankt met een theedoek. Waarom heb ik dit niet meegekregen? Ja, omdat je niet oplet. Zo. Nee, die was niet mis. Helemaal niet. Die, oh, what the fuck? Dit doet pijn, Lars. Ik was niet klaar op dat moment. Oei, joh. Ik heb het dus ook laten over dat het mee mij mag doen, hè? Op zijn blote bil. Oh, dat was op mijn rug. Oeh, niet goed. Ik heb er niks mee te maken. Wil je echt heel hard bij Tim doen? Kijk dit! Holy shit! Je hebt bloed. Bloeduitstortingen. Mag ik 1 keer bij jou doen? En dan kan je comparen of Lars het beter kan of ik. Waarom zou ik dat doen? Nee, jij mag er maar aan doen. Ja, fuck it. Ah, dom plan. Dat deed al heel veel pijn. Je moet hem even zo houden. Haal je weg! Hoezo? Oh, dit deed al pijn. Ah! Ja, deze is ziek pijnlijk, man. Oh. Oh, hij valt mee. Hij valt mee. Die op die rug is echt erg. Zo gek. Dat is bizar. Ja, die van jou is ook mooi geworden. Kijk nou. En jij hebt vooral een hand op je reet staan. Ja. En we zitten in de auto, maar al mijn vrienden hebben opvallende auto's. Hier rijdt Timo, Lars, Tim in de zijspiegel. Hey, Pietje, even! En ik ben zo sukkel dat ik altijd met mezelf de challenge heb om mijn auto zo dicht mogelijk bij de schuur te parkeren. Alleen ook ben ik een autoliefhebber. Dus op een of andere manier, autoliefhebber zet altijd een auto achteruit. Achteruit parkeren is makkelijk als je het snapt. Nu heb ik alleen mijn auto weer zo geparkeerd. Alleen ik moet nog spullen uit mijn achterbak hebben. Dus ik kan nu niet eens, zeg maar, erbij. Het is echt zo kut. Ja, hij is open. Zo. En ik sluit de dag nog even af in de jacuzzi. Hij is nog weer warm. Hij is weer helemaal lekker. Dus voor deze jullie nemen of wat je bedrijf is leuk. Subscribe en dan zie ik hem morgen om 4:30 bij een nieuwe video. Goedjes. Hou van jullie. Vergeet geen merch uit te kopen als webcam. Meer olie, want dit gaat niet... Tim!